het is zeg maar zover dat we gaan sporten. Het is inmiddels dinsdagochtend en het zonnetje schijnt al en wij gaan even sporten. En daar is een mannetje aan het werk. En ik neem Alfredo mee naar de sportschool, want ik vind dat het tijd is dat hij een keer aan het werk gaat met zijn lichaam. Hij heeft zeg maar het geluk dat hij er niks voor hoeft te doen en hij heeft een mooi lichaam. Het is heel leuk en aardig, maar ik vind dat hij er net als ik ook wat voor mag doen. Zo sta ik er niet alleen voor. Dus ik neem hem gewoon mee op sleeptouw. Een soort van, jij gaat met mij mee. Dan heb ik het gevoel dat ik niet alleen sport. En hij kan er misschien zelfs nog iets beter uitzien dan dat hij al doet. En daar heb je hem. There he comes. Ready for sport? Helemaal klaar voor. Helemaal klaar ervoor. Nou, we gaan. We stappen in die auto. We zetten hem even neer. Zo. Oei. En we gaan onderweg. Fred? Ted? Vertel jij eens even aan iedereen. Hoe is het? Waarom? Heb je de deur op slot gedaan? Boven en onder? Ik heb het open gelaten. De tussendeur heb ik ook open, zodat het bief lekker even naar buiten kan. Weet je wat ik wel ben vergeten? Nou? Handdoekjes. Ja, klopt. Dan gaan we maar gewoon lekker zweet afvegen met ons eigen lijf. Ja, vertel jij eens eventjes aan iedereen waarom jij meegaat. Waarom zet jij hem zo neer, zodat hij valt? Zullen we hem zo doen? Ja. Gordel. Oké. Okay. Hoi, vertel Fredje. Ja, wij gaan eens even. Dit is niet helemaal een ding. Je mag hem vasthouden. Dus wij gaan lekker sporten. De zomer komt eraan. Zoals jullie weten maken wij wel eens foto's. Daarnaast is het ook gewoon belangrijk om te sporten. Niet alleen om er goed uit te zien, maar om je lichaam gewoon uit te dagen, te zweten. Ik heb namelijk net spieren op te bouwen. Ik heb namelijk net zitten te vertellen aan iedereen. Wat? Dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te sporten, want jouw body is gewoon al gewoon goed van nature. Dat zit gewoon in je genen. Ja. Zo freaking eerlijk. Ja, sorry dus guys. Ik zit net te zeggen dat ik je gewoon meesleep op sleeptouw. Als steun. Toevlaag. Puur, zodat ik niet alleen hoef te sporten. Ja, dat is helemaal top. Want en jij houdt er misschien zelfs nog wel wat leuks aan over. Want jij mijn hebt ook probleem, nou dat is het. Mijn probleem is, ik heb niet zoveel lichaamsvet. Waardoor ik dus inderdaad wel altijd een sixpack en strak ben. Maar ik kom dus ook niet aan. Ik kan dus ook echt niet gespierd worden. Nee. Dus we gaan nu gewoon even lekker sporten. En voor de gezondheid dan maar. We gaan eens dus even goed vragen hoe we het allemaal moeten doen. Dus jij wil meer armen, toch? Dan gaan we gewoon vragen aan onze personal trainer. Oh, jongens. Wat moet jij doen om grotere armen te krijgen? Ja, en ik weet het wel. Ik heb er helemaal geen zin in. Goedemeloen. Gang of fuck. Hoi. Sorry jongens, we hebben nog steeds geen rubbertje gekocht. We hebben nog steeds geen rubberstrip gekocht. Hey! Nee, jongens, weet je wat? We zien elkaar in de sportschool. Juda! Doei!
jij. Hoe heb je? Het gebeurt eerst voor 17 centimeter in status. Status is altijd een kinder, want je gaat aan je halen. Moet je vast halen. Normaal haal ik van ons, maar dat kan ze altijd. Ja, je hebt ik dat ja. Maar dit is het anders. Dit is het anders. Zo ver. Ik heb ons nog nooit zo gezien. Echt, dit is niet een fout. Dit is echt, ja, ingewanden worden uitgerukt. Echt, wat hier. Ik kan lachen. En ik vond hem zo gezellig. Nou ja, ik weet wat je voelt. Ik weet wat je voelt. Kijk. Maar dit, ja. Hoe voel je je, schat? Ja? Nee. Daar, het is even tijd voor een shakey. Kijk nou hoe lekker. Dat is dan zo chill. Bij Medical Vision kan je dan na het sporten een sapje of een lekkere lunch of wat je maar wil. En het leuke is van alles, kijk hier heb ik een voorbeeld. Zus en zo heet het. Het zijn twee zussen. Twee zussen, hè? Ja, hier is de één en daar is de ander. En we hebben ze allebei compleet. Ja. Hier is de één en daar is de ander. De zus en zo. Ja, leuk bedacht, hè? Ja. Zus en zo. Die is echt leuk. En nou nemen wij de berry white. Ja, lekker met kokos en rood fruit en vanilleproteïne. Ja, dus heel goed voor na het sporten. Absoluut, goed voor je herstel. Yes. Nou, goed hoor. Ik heb een spier. Heb je het nodig? Daar zijn ze. Ja. Fred, ik wil jouw eerste slok filmen. En jij filmt mijn eerste slok. Hoe intens lekker dit sapje is. Oh. Het is lekker, hè? Ik weet het, het is mijn lieveling. Scherp. Dames en heren, jongens en meisjes, na het sporten is het tijd voor... Zus en zo. Voor sport en herstel. Hoi. Zo lekker, dit is niet normaal lekker. Oh man. Ik heb wel Parkinson.nl, schat. Dat maakt niet uit. Ik zou alleen als zus willen sporten, want ik dan weet dat ik daarna dit sap krijg. Echt hè? Nou, die reden sport ik, jongens. Nou, volhouden ook. Elke week op naar de shake. Cheers. Nou. Even sportje. En doei. Hij stelde niet scherp. Hoi, ik wil eruit. Hallo. Hallo, ik wil eruit. Signaal. Oh, daar. Nou, dan gaan we weer naar de auto. We staan onder het Olympisch Stadion geparkeerd. En dan gaan we naar die buggy. Die waggy waggy. Ja, ik ben aan het filmen. Want zo zie je geen nummerplaat. Haha. Haha. Maar zo zie je de ride. This is my ride for today. Your ride for today. And this is my co-pilot. My co-pilot. Ik ben niet goed in jou. Doei. Hoi. Twerken voor de Kia. Twerken voor de Kia. Twerken voor de Kia. Twerk, 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 twerk.
Nou, er zit alweer een hele lange dag op. Echt waar, ja. Van sporten tot aan het huis opruimen tot aan shooten. Maar even serieus, Lau, hoe hebben wij gesport? Ja, het was wel echt, jongens, het was zo zwaar sporten. Dat is niet normaal. Personal training dan wel. Dus het is gewoon, ja, Egbert dan in dit geval, onze personal trainer. Die was dan echt gewoon echt, ja, hoe zeg je dat? Traint als een beest. Traint als een beest. Maar en ook echt precies, als een ja, beest. Ja, en precies, je geeft echt aan. Oké, nou weet je, ik wil hier er wat af, ik wil daar er wat af, ik wil hier wat getonen. En dan gaan we juist armen, die... meer billen. Ja, en dan gaan we juist die spieren pakken. Maar het was zo zwaar vandaag. Maar toch moet ik eerlijk toegeven, als ik met jou train ik veel lekkerder dan alleen. Nou, je hebt een uitdaging of zo. Je weet van, oké, je mag niet falen, dus ik moet door. Oké, nog een keer. Ja. Nog een keer. Ja. En dan doe je één keer die oefening, en dan die andere oefening, en dan buikspieren, en dan 10 keer opdrukken. Oh, en dan moet je alles nog een keer herhalen, 3 keer. Oh. Kijk jij in dit ding? Ik kijk in dat ding. Goed zo. Allee, het niet. Toch ga je dus aan mijzelf kijken, maar je moet naar dat ding kijken. Ik moet naar dat ding kijken. Ja, maar het is puur een check of we er nog wel helemaal goed op staan. Zeg maar. Even kijken hoe laat het is nou. Het is 4:15. Oh, we zijn er lang niet klaar. We staan buiten zonder jas. En in een t-shirt? In een t-shirt. Ik ben foto's van Fredje aan het maken. Ja. Ook voor een mannenmerk, mijn kledingmerk. Oh, er staat iemand te plassen. Gewoon op klaarlichte dag. Kijk, er staat iemand te plassen. Daar bij die boom. Zie je hem? Ja, verderop. Verderop staat een man te plassen. Godverdamme. Maar weet je dat al serieus de zoveelste keer is dat ik hier iemand in dit park te plassen? Het is serieus. Het is 4:15. De zon schijnt en jij loopt gewoon te plassen. Terwijl het park is echt druk. Er lopen overal mensen. Zie je dat echt? Ga dan op de mist. Ik zag dat laatst ook daar gewoon bij een bankje. En dat is precies de reden waarom dat ik niet wij zomaar mannen een hand geven aan de mannen. Weet je wat ik altijd doe in de club? Je weet toch vaak, als je dan gewoon 9 van de 10 mannen was hun handen niet na het plassen. Oké? Okay? Dus ja, dan sta je in de club en dan kom je een oude bekende tegen. Die is dan weer met een vriend die je niet kent. Maar die wil dan uit netjesheid zijn vriend aan mij voorstellen. Dan heb je, hey, hoi Laura, lang geleden. Goed met jou, 3 kusjes. Hoi, hoi. Hey, dit is een goede vriend van me. Dit is Puk. Hoi Puk. En die zet dan al zijn hand klaar om mij een hand te geven. Maar die hele Puk ken ik niet. Die hele Puk wil ik ook niet kennen. Maar ik wil ook niet onfatsoenlijk zijn, dus gewoon mijn hoofd draaien. Dus dat doe ik box, ouwe! Dan geef ik hem gewoon een box. Die pisvingers. En dus kan het 9 van de 10 mannen pissen met hun rechterhand. Houden met hun rechterhand hun ding vast. En je geeft ook een hand met je rechterhand. Sorry, ik vind het gewoon nasty. Ik vind het gewoon nasty. Ja, sorry. Dus elke man die nu kijkt. Ik hoop wel dat jij wel je hand was naar plas. Want deze band hier in het park gaat zo meteen ook een handje geven aan een vrouw die tegenkomt die hij kent. Maakt me niet en dan uit heb wat je gewoon. Indirect, maar hij raakt ook indirect, de bus weer aan. Of hij raakt zijn stuur weer aan. Of hij raakt zijn deurknop weer aan. Met iets waar je geen contact mee wilt hebben. Jij was wel altijd je handen. Altijd. En wat deden er dan? Dat er maar weer. Ik ga een beetje pakken zon te krijgen, mensen. Ik moet even zo aan deze kant. Nog even een momentje genieten van de zon. In een t-shirtje buiten staan. Wij zijn wel echt grote zonliefhebbers. Iedereen thuis ziet toch altijd weer. Ja, klopt. Maar goed, we gaan nog even een paar foto's maken van je vet shirt. En dan, zullen we dat doen? Is het voor en dan vandaag houden we weer een vlog. En dan gaan we rechts op de computer. Reacties hieronder. Abonneer jezelf, ook hier. En voor nog heel veel meer video's en veel nieuwtjes en heel veel meer tutorials. En voor een hele goede sportschool, ga je naar. Nee, schatjes, komt helemaal goed. We houden jullie helemaal op de hoogte van wat we doen. En vergeet niet te reageren. We lezen alles en nemen het allemaal mee in onze volgende vlog. Voor nu was en ik zit de hele tijd lekker daarin te kijken, maar ik moet gewoon lekker daar. Dus gewoon hoi. Ik ga nog even opnieuw. Oh jongens, ik heb ook zo'n last van het traanhoog. Hebben jullie dat ook nou? Of heb ik niet gewoon een beetje hooikoorts, dat ik het niet eens weet? Kan dat? Hooikoorts begint echt hier. Dan ga je dan echt verschrikkelijke juk van de neus. Dan neuk je juist. Wat wou ik zeggen? Ja, wat zei je? Dan neuk je juist. Neuk aan je neus. Dan neuk je juist. Waarom zeg je dat? Nou, dan jeukt je neus. Als je hooikoorts krijgt. Maar ik zei het wel helemaal verkeerd dan. Net zoals jij met je droogfeun. Je feun mijn haar droog. Wat zei je nou? Nee, ik droog mijn haar feun. Dat zegt Lau altijd. Nou, ik droog geen mijn haar feun. Dan ben je moeder. Ga je woordjes en lettertjes. Ja, de N en de J heb je omgedraaid. Nee, je moet mij mijn kiekjes draaien. Ik zei dat er vreselijk veel sport aan. Sorry mensen. Oké, schadies. Comments below. Abonneer zelf. En zie jullie de volgende keer weer. Dag. Bye bye. Bye bye. Ciao.